daar staan Peppa's vrienden. Wie het eerst bij de brievenbus is. Alle kinderen hebben een brief voor de kerstman. Wat hebben jullie allemaal aan de kerstman gevraagd? Ik wil graag een step. Een speelgoedruimteschip. Een klein gitaartje. Een speelgoedmuis. Een springtouw. Een trompet. Een bedje en een bal. George heeft gevraagd om een speelgoedtrein. En ik wil graag een yo-yo. Daar is meneer Zebra, de postbode. Kijk nou toch eens. Dat is veel post vandaag. Dat zijn al onze brieven die voor de kerstman zijn. Het is heel erg belangrijk dat de kerstman alle brieven krijgt. Hij woont op de Noordpool. Ja, dat zie ik ook. Nou, als ik vandaag nog naar de Noordpool moet, dan kan ik hier niet blijven staan kletsen. Dag. Dag. U weet toch wel waar ik woon, hè, kerstman? Oh, ja. Hoe oud bent u? Hoho, ik ben 100 jaren oud. Dat zei ik toch? Tot ziens, meneer Kerstman. Vergeet geen pasteitje voor me neer te zetten. En een drankje, dat weten we. En een sappige wortel voor het rendier. Hoho. Peppa en haar familie zijn op de terugweg van de kerstmarkt. Papa, waarom zitten onze koffers in de auto? We gaan met de kerst uit logeren bij opa en oma. Oh nee, want dan weet de kerstman niet waar we zijn. Rustig maar, Peppa. De kerstman weet altijd alles. Oma Big, het is bijna kerstmis. Ja, en ik heb een heel belangrijk klusje voor jullie twee. Roer de kerstpudding goed door en doe een wens. Peppa en George doen een wens. Een raceauto. Oh, dat mag je niet hardop zeggen. Hier zetten we het pasteitje en een drankje voor de kerstman neer. En een sappige wortel voor het rendier. Wie zou dat zijn, zo laat op de avond? Aan de deur wordt niet gekocht. Fijne vrolijke kerstfeest, lekker met elkaar. Een kerstkoortje. Dingen pakken sneeuw in deze tijd van jaar. Oh, vrolijk kerstfeest. Het is bedtijd voor Peppa en George. Dit was vroeger mijn kamer toen ik nog een biggetje was. De kerstman weet toch zeker wel waar opa en oma wonen? Of niet, mama? Jazeker, hij is hier al heel vaak geweest. Slaap lekker, Peppa. Slaap lekker, George. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Als ze wakker worden, is het eerste kerstdag. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow! Hallo allemaal! Hallo Peppa! Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zal ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt er, Suzy. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Hoho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst en hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit.
En ijs is heel erg glad. Sorry dat we jullie uitlachen, mevrouw Eend, maar het zag er echt heel grappig uit. En nu begint het te sneeuwen. Sneeuw! Peppa en George zijn dol op sneeuw. George, laten we sneeuwvlokken vangen. Peppa en George zijn sneeuwvlokken aan het vangen. George heeft er eentje te pakken. Maar Peppa heeft er ook eentje. Daar komt Suzie Schaap aangesleept. Wee! Hallo, Peppa. Wauw! Suzie, dat ziet er leuk uit. We zijn aan het sleetje rijden op de grote heuvel. Er ligt daar een dikke laag sneeuw. Zullen we de grote heuvel opklimmen en naar het sleetje rijden kijken? Ja, graag! De vrienden van Peppa sleeën van de grote heuvel af. Yahoo! Oh nee, George is uitgegleden op de grote heuvel. Heel grappig, George. Maar zo grappig vindt George dat absoluut niet. Het is heel makkelijk om daarboven uit te glijden. Misschien moet ik George dragen. Papa, kan je mij misschien ook dragen? Ho, al goed, Peppa. En nu maar hopen dat jij niet uitglijdt, papa Big. Kalm aan maar, mama Big. Weet je nog, ik kan heel goed mijn evenwicht bewaren. Ik ben de kapitein van deze boot. En als de kapitein zegt dat je iets moet doen, dan moet je het doen. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Polly Papagaai zegt alles na. George, hijs de vlag. George, hijs de vlag. Peppa, luid de bel. Peppa, luid de bel. Opa, mag ik de kapitein zijn, alsjeblieft? Oké, maar een kapitein moet deze pet op. Nu is Peppa de kapitein en iedereen moet doen wat zij zegt. Luid de bel. Draai het roer. Ai, ai, kapitein Peppa. Spring op en neer. Kapitein Peppa is een beetje bazig. Misschien moet ik weer de kapitein zijn. We willen niet ergens tegenaan varen. Het sturen van een boot is best lastig. Maar gelukkig ben ik goed in sturen. Lieve help, de boot van opa Big is tegen een eilandje opgevaren. Opa, we zitten vast. Ik bel oma Big. Zij kan hulp halen. Opa Big heeft zijn mobiel in het water laten vallen. U spreekt met oma Big. Hallo? Hallo? Wij moeten dringend een boodschap aan oma Big sturen. Boodschap aan oma! Polly kan naar oma vliegen. Goed idee, Peppa. En ik kan Polly leren wat ze moet zeggen. Opa Big zegt... Opa Big zegt... Help! 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 Kijk eens aan. Dat was makkelijk. Opa Big zegt dat was makkelijk. Ach, ouwe sufkip. Ach, ouwe sufkip. Oeh, juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh nee, Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet.
maar de hoest gaat zo. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig, maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag! Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk. Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa, ik ben nooit ziek. Oh, waar is papa? Hij komt eraan met een grote verrassing. Wat is dat? Dit is nou een camper. Die hebben we geleend voor onze vakantie. Oeh. Er zit van alles in deze camper. Deze knop is voor de kraan. Wauw! En deze knop is voor de tv. Maar waar is deze knop voor? Dat weet ik niet. Druk er maar niet op tot we het weten. Is iedereen klaar voor de vakantie? Ja, mama. Daar gaat hij dan. Wij gaan op vakantie. De camper neemt ons mee. Deze kaart is lastig te lezen. Papa, we moeten niet verdwalen. Rustig maar, Peppa. Ik ben heel goed in kaart lezen. Oh, dat is gek. Zijn we verdwaald? Ja. Daar zijn opa hond en Henkie hond. Hallo, Peppa. Hallo, Henkie. Wij zijn verdwaald. Verdwaald? Is je navigatie kapot? Navigatie? Je rijdt in een camper type T3200. Die heeft standaard navigatie. Welkom in de auto van de toekomst. Dus daar is dat knopje voor. Waar gaan we vandaag naartoe? Hey, kijk nou. De camper kan praten. Ja, slimme. De computerstem helpt je de weg te vinden. Maar hoe weet de computer dan waar wij naartoe willen? Dat moet je zeggen. Hallo, mevrouw de camper. Hallo. Wij gaan met z'n allen op vakantie. Kunt u ons de weg wijzen? Blijf deze weg volgen en rij in een rechte lijn. Bedankt voor de hulp, opa hond. Graag gedaan en een fijne vakantie. Vier ijsjes, alstublieft. Welke smaken wilt u hebben? Mint, sinaasappel, aardbei en blauwe bessen graag. Oké. Kijk eens wat ik hier heb. IJsjes! Oh, dat zijn onze lievelingskleuren. Inderdaad. Groen voor mij. Oranje voor mij. Aardbei rood voor mij. En George heeft... Wauw! Jam, jam, jam. Lekker. Kijk, daar is de zon weer. En kijk eens wat er nog meer is. Een regenboog. Peppa en George zijn dol op regenbogen. Je ziet alleen een regenboog als de zon schijnt terwijl het regent. Oeh. En kijk, al onze lievelingskleuren zitten erin. Ja. Rood en oranje en groen en blauw. En weten jullie wat je aan het eind van een regenboog vindt? Nee. Daar vind je een schat. Oh, mogen we er dan nu meteen naar op zoek? Toe? Oké. De regenboog eindigt volgens mij precies op de volgende heuvel. Laten we gaan. Het is een zonne-regendag. De regenboog zegt dag. Regenboog, regenboog.
Rood, oranje en geel en groen, violet en blauw. Regenboog, regenboog, het is een zonne-regendag. We zijn er. Oh, waar is onze regenboog naartoe? Die staat nu bij de andere heuvel. Oh, stoute regenboog. Snel, we gaan er achteraan. Als papa Bieke hierin kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hierin... De garage van mijn opa. En dan helemaal hierin... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er. Nu kunnen we gaan picknicken. Gekke papa, dat is maar een tekening, hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte tochtige kasteel. Oeh. Op uw plaats, klaar, af. Hoera! Kom op, papa Bieg. Ja, altijd wel. Kom op, Bieg. De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen. Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Nu moeten we wachten tot er brand is. Hoe lang moeten we dan wachten? Oh, dat kan best lang duren. Ik wacht zelf al eeuwen. Hoeveel branden heeft u al geblust, mejuffrouw Konijn? Niet één. Geen enkele brand. Maar je moet klaarstaan. De alarmtelefoon. Wil jij hem even opnemen, Peppa? Het is waarschijnlijk weer jouw vader. Oké. Hallo, met de brandweer. Hallo, Peppa. Oh, papa, jij bent het weer. Je bent heel erg stout. Deze telefoon is alleen voor brandalarm. Wil je me juffrouw Konijn even geven, alsjeblieft? Papa wil u even spreken. Hallo, papa Big. Deze telefoon mag alleen gebruikt worden als er ergens... Brand! Oh nee, de barbecue van papa Big staat in brand. Brand! Brand! Mama schiet er te hulp! Wee! Wee! Hou je goed vast. Wee! De brandweerwagen van mejuffrouw Konijn. Hoera! Pas op, achteruit, papa's. Mama Hond, draai de kraan maar open. Ai, ai, mama Big. Het vuur is geblust. Hoera! Bedankt voor de redding, mejuffrouw Konijn. Geen probleem. Dat hoort allemaal bij de dienstverlening. De mama's brandweerdienstverlening. En nu mejuffrouw Konijn onze tuin zo mooi onder water heeft gezet, kunnen we allemaal lekker springen in de modderpoelen. Ja! Ik ben dol op brandweerwagens, want ze maken van die heerlijke modderpoelen. Papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa. Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk. Veeën, bloemen,
hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapjeboek. Nee, ik wil geen rood aapjeboek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet. Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee, hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw, nog een keertje. We kunnen het lenen en het thuis lezen, Peppa. Maar ik wilde eigenlijk liever dit boek of dit boek. Je mag wel 3 boeken meenemen, Peppa. Yippie! Maar je moet niet vergeten ze op tijd terug te brengen. Ja, mejuffrouw Konijn. En u moet ook niet vergeten om uw boek terug te brengen, papa Beer. Ik zorg wel dat papa eraan denkt. Ja, Peppa, dat geloof ik zeker. George, Karel Konijn is hier. Georgie! Karel! Dinosaurus! Dinosaurus! Mm. Tot ziens, Karel! Ik kom je straks weer ophalen! George en Karel zijn beste vrienden. George! Kareltje! Jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito. En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in dinosaurusland. En dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja. Maar je moet wel snel komen. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hey, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big. Het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen maar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland?
Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Arme papa. Hij moet weer naar zijn werk toe. Ah, arme papa. Kom mee, we gaan spelen. Ja, we gaan spelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. George is dol op springen in modderpoelen. Mama Big is dol op springen in modderpoelen. Oh nee. Mama, we hebben modder op papa's voetbalshirt gespat. Kijk dan. Oh. Dat geeft niet. We kunnen het wassen. Ja. Dat is zo gebeurd. Papa zal echt helemaal niets meer van de modder zien. We doen nog wat spullen in de wasmachine. Oh, mijn jurk zit ook vol met modder. Mama Big en George hebben nog meer vuile was gevonden. Heel goed, George. We doen de kleren hierin en dan zetten we hem aan. De wasmachine loopt vol met wasmiddel en water. Spet, spet, spet. Spet, spet, spet. De wasmachine laat de hele kamer schudden. Oh, Peppa, waar is jouw jurk? Die wordt gewassen, mam. Wat? Oh, nee. Kijk, mama. Mijn rode jurk is nu weer helemaal schoon. Ja, Peppa. Maar kijk eens naar de andere kleren. Oh, nee. Peppa's rode jurk heeft alle witte kleren roze gemaakt. Roze past niet zo goed bij de rest van de voetbalshirts. Oh. Papa Big maakt groentesoep voor de lunch. Papa, mag ik helpen? Ja, graag, Peppa. Zou jij al deze groenteresten weg willen gooien? Oké. Wacht even, Peppa. Groenteschillen gaan niet in de gewone bak. Die gaan in deze bruine bak. Oeh, nana. Heel goed, George. Dat is een bananenschil. En er zitten uien en wortels en allerlei andere fruit- en groenteresten in die bak. Opa en oma zijn er vast blij mee. Maar mama, eten opa en oma Big dan alleen maar aardappelschillen? Nee, Peppa. Die zijn voor opa's tuin. Daar gaan de planten van groeien. Oh. We brengen het na de lunch naar hem toe. Oh, joepie. Mama Big, Peppa en George nemen de groenteschillen mee naar het huis van opa en oma Big. We zijn er. Hoera! Opa Big! Opa Big! Kijk, we hebben een cadeautje voor je meegenomen. Ah, groenteschillen. Fantastisch. Die vindt mijn tuin vast lekker. Kan jouw tuin dan groente opeten? Oh, nee, Peppa. Deze schillen ga ik op mijn composthoop gooien. Wat is dat? Kom maar mee. Hier is het. Maar dat is een houten kist. Ja, Peppa, maar het is een hele slimme houten kist. Ik gooi deze schillen er bovenop en uit de onderkant komt prachtige, rijke grond. Dat is compost. Maar hoe kan hij dat dan? Is het soms een toverkist? Oh, nee, Peppa. Ik heb wat kleine vriendjes die hem een handje helpen. Waar? Hier in de kist. Kijk. Ah, kronkelwormen.